Draadloze oordopjes van Sol, de X-Shock. Mooie verpakking. Mooi verschil weer tussen mat en glad, reflectie. Deze oordopjes zijn bedoeld voor sporters. Dat zie je ook wel heel gaaf op de verpakking weergegeven. Ook gaaf dat je hem open kan doen met magneetjes. Eerste indruk supergoed. Hier zie je ook nog het logootje erop voor het sporten. Heel gaaf. Snel openmaken dan maar. Het zit stevig verpakt als ik het zo zie. Volgens mij kunnen we ze hier zo openmaken. Door middel van dit lipje. Kijk. En dan hebben we hier casing. Even iets beter. En hier hebben we de oordopjes. Eerste indruk is goed. Ze voelen echt super licht aan. Deze dopjes kun je waarschijnlijk in verschillende maten krijgen. Die zitten erbij geleverd. Hier het andere dopje. Dit is de case waarin ze opgeladen kunnen worden. Mooi afgewerkt, mooi materiaal. Voelt degelijk aan. Ook een mooi lipje zit eraan om het eventueel nog mee te nemen. Oké, wat hebben we nog meer? Boekjes. Kleine ringetjes voor hier nog omheen. Gave haak zit erbij. Die kan volgens mij hier omheen gedaan worden, zodat je ze eventueel eenvoudig mee kan brengen. Er zit nog een beschermhoesje bij om het makkelijk mee te nemen. En we hebben hier zo de USB oplaadkabel. Duidelijk. Die kan je hier ergens in monteren. Oh ja, aan de voorzijde kun je die erin doen. Zo, om de dopjes op te laden. Oké, dan gaan we ze nu proberen. Je kan de X-Shock oordopjes heel makkelijk gebruiken. Door ze uit de oplaadbox te halen. De rechter en de linker. Het linker oordopje is altijd het hoofdoordopje. Die kun je inschakelen door in te houden. En vervolgens zal die aangaan. En ze zullen dan automatisch gekoppeld zijn, zodra je de rechter ook aanzet.